In deze middagdienst openen we Gods woord in het Nieuwe Testament en we lezen met elkaar uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, Johannes 21 en daarvan de eerste 14 verzen. Aan de hand van het kerkelijke jaar willen we vanmiddag ook stilstaan bij dit gedeelte. Johannes 21, vanaf het eerste tot en met het 14e vers. En daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen. Aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd. En Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was. En de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Zij gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip en in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Toen wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. Toen ze nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe, trok het net op het land, vol grote vissen, 153, en hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want zij wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam, nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden opgewekt was. Tot zover de schriftlezing voor vanmiddag. Geliefde gemeente, het gebeurde in het jaar 1620 dat er een schip afscheepte vanaf de Engelse oever en koers zette richting Amerika, de Nieuwe Wereld, op dat moment natuurlijk nog niet Amerika genoemd. Het was een schip met de naam de Mayflower, een schip wat eigenlijk helemaal niet bedoeld was van personenvervoer, helemaal niet bestemd was voor personenvervoer, wat eigenlijk bestemd was voor de handel, maar op dat moment waren er wel heel veel mannen en vrouwen aan boord van dat schip. Toen de Mayflower koers zette richting de Nieuwe Wereld, waren er namelijk heel veel Puriteinse mannen en vrouwen aan boord van dat schip. En ze gingen niet voor niks naar de Nieuwe Wereld, niet voor niks naar de Verenigde Staten. Ze hadden aanvankelijk hun heil geprobeerd te zoeken in Nederland, maar dat viel tegen. Ze waren teruggegaan naar Engeland en op enig moment hebben ze besloten om een nieuwe toekomst op te bouwen daar in Amerika. Daar wilden ze, zo noemden ze dat zelf, een stad op een berg gaan vormen. Daar wilden ze de godsdienst bedrijven zoals ze dat voor ogen hadden in de Nieuwe Wereld. Maar toen ze daaraan kwamen en daar aanmeerden in november van 1620, toen bleek al snel dat zij niet de eerste mensen waren die daar voet aan wal zetten. Want het bleek dat er al een hele eeuwenoude beschaving was. Er woonden verschillende indianen die daar een beschaving hadden opgebouwd, die hun leven daar leidden. En het duurde dan ook niet lang of het kwam tot verschillende confrontaties tussen deze Puriteinse mannen en vrouwen en die indianen, de inheemse bevolking. Maar hoe dan ook, de Puriteinse mensen
besloten om te blijven en ze trokken als het ware een primitief dorpje op. Van ruw gekapte stammen, bomen, werden er wat muren gemaakt. Takken fungeerden als een dak, riet dekte ook het dak af. Met klei en met pek werd als ware de gaten gedicht en zo kwam er inderdaad een primitief dorpje waarin ze zich huisvesten. Maar het duurde niet lang of na geruime tijd klonk er een indianenalarm. Er werd geroepen dat er een indiaan op komst was en de mannen van het Puriteinse dorp, ze grepen naar hun geweren. Ze gingen op linie staan en ze stonden daar met de loop gericht tegen de bosrand, kijkend wat voor gevaar eraan zou komen. En inderdaad, er kwam een man die op een indiaan leek uit het bos tevoorschijn en kwam heel voorzichtig richting het dorpje lopen. Maar de mannen die als het ware met het geweer in de hand stonden, ze zagen wel dat deze man vriendelijk oogde. Zijn ogen stonden vriendelijk, zijn gezicht stond niet vijandig. Hij kwam dichterbij en legde zijn pijlenboog af en legde ook zijn dolk af van achter de riem in het hoge gras. En ja, wat moesten ze eigenlijk met die vreemdeling? Ze wisten het niet zo goed. De vreemdeling kwam dichterbij. Ze raakten in gesprek, praten met handen en voeten. Maar naarmate het contact verstreek tussen hen en de vreemdeling, gaf de vreemdeling, de onbekende man, hen een raad, een advies. Hij leerde hen namelijk hoe ze pompoenen, mais, bonen, hoe ze gewassen moesten verbouwen. En wat was het gevolg, gemeente? Wel een overvloedige oogst. De Puriteinen hadden een overweldigende oogst. Het werd, zoals ze in Amerika zeggen, een Indian summer. En er was zo'n grote oogst dat voor het eerst in de menselijke geschiedenis in het Amerikaanse land Thanksgiving werd gevierd. Een vreemdeling die aanvankelijk met bepaalde achterdocht werd benaderd, maar die toch zorgde voor een overvloedige oogst, een overvloedige maaltijd. Nu, dat is ook iets wat we in onze tekst zien. De discipelen, ze zijn op het meer. Ze zien daar een man staan die ze niet kennen. Ze kijken ongetwijfeld met een gepaste achterdocht. Misschien wel vragen, wie is die man, wie is die vreemdeling? Maar toch, op het advies van deze man, komt er een overvloedige oogst, ja, overvloedige vangst, komt er ook een overvloedige maaltijd. En we hopen er met de hulp van de Heer vanmiddag naar te luisteren. Wanneer we stilstaan bij Johannes 21, we letten op het gedeelte dat we samen hebben gelezen, Johannes 21, vanaf het eerste tot en met het 14e vers, en dan schrijven we vanmiddag boven de verkondiging deze woorden, op Jezus woord het net overboord. Op Jezus woord het net over. Let op drie gedachten. Allereerst een overrompelende vraag. Dat zullen we bekijken vanuit de eerste vijf versen. Dat klinkt een overrompelende vraag. Want we lezen in vers 5, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Overrompelende vraag. In onze tweede gedachte een overweldigende vangst. Want we hopen te zien vanaf vers 6 tot en met vers 8 dat de discipelen inderdaad een overweldigende vangst boven water halen. Om tot slot te luisteren naar een overvloedige maaltijd, onze derde gedachte. Dat hopen we dan wat op te diepen vanuit het 9e tot en met het 14e vers. Daar zien we dat de Heer Jezus zorgt voor een overvloedige maaltijd. Dus een overrompelende vraag, een overweldigende vangst, een overvloedige maaltijd. En dat alles onder het thema, op Jezus woord het net overboord. Gemeente Johannes begint dit tekstgedeelte vanmiddag met dit woordje, hierna, hierna. Daarmee blikt jongens en meisjes Johannes als het ware even over zijn schouder terug. Hij kijkt als het ware even, zo zouden wij dat misschien als beeld kunnen gebruiken, in de binnenspiegel van de auto. Even kijken wat voor weg er achter ons ligt. Een weg die we al hebben afgelegd, maar een weg waar we even kort op terugblikken. Doet Johannes ook vanmiddag. En dan blikt Johannes terug met het woordje hierna op de ontmoetingen die de Heer Jezus al eerder heeft gehad met zijn discipelkring. Dat zijn er in totaal 6 geweest die aan deze ontmoeting voorafgaan. Dit is de 7e ontmoeting. Ik laat 3 ontmoetingen liggen, maar ik licht nu slechts eventjes
drie ontmoetingen naar uit die u ook vindt in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Allereerste vinden we in Johannes 20, dat is de verschijning aan Maria Magdalena. Dat is gebeurd op de opstandingsmorgen. Misschien heeft Dominic Kater er wel bij stilgestaan hier in uw midden. Maar de eerste ontmoeting is geweest tussen Christus en Maria. Eerste opstandingsdag, de zondag, eerste dag van de week. De tweede ontmoeting heeft de Heer Jezus gehad met de discipelkring op diezelfde dag, zonder dat Thomas erbij was. Ook dat vond plaats op zondag. En toen, een week later, toen het opnieuw zondag was en er een week was verstreken, is de Heer Jezus opnieuw verschenen aan de discipelkring. En toen was ook Thomas in het midden van de discipelen. Daarin zien we, gemeente, en dat wil ik toch kort belichten vanmiddag, dat de Heer Jezus drie keer aan zijn discipelkring is verschenen op de zondag. Op de zondag. De eerste dag van de week. Later zal hij aan de schrijver van dit evangelie, Johannes, opnieuw verschijnen op Patmos op zondag, op de dag des Heren. Waarom vraag ik daar aandacht voor vanmiddag wel? Omdat het enkele weken geleden is dat er een broeder de pastorie binnenkwam en die zegt, dominee, waarom houden wij eigenlijk de zondag, moeten wij de Sabbat niet in acht nemen? Dat hebben we vanmorgen toch gelezen met de 10 geboden, gedenk de Sabbatdag. Waarom zijn we daar eigenlijk van afgestapt? U begrijpt, gemeente, dat er veel meer van te zeggen zou zijn. Dat doen we nu niet. Het is ook niet onze eigenlijke tekst vanmiddag. Maar we zien dus wel dat de Heer Jezus verschillende malen heel uitdrukkelijk is verschenen op de dag des Heren. Op de eerste dag van de week. Op de zondag. Dat is niet uitsluitend, maar wel bij uitstek de dag waarop de Heer Jezus zich wil laten zien. Ook hier, in de discipelkring. Hierna, zo zegt Johannes, en dan pakken we vers 1 opnieuw weer op. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw. Ook een woordje waar we vanmiddag niet overheen moeten lezen. Opnieuw. Dat betekent dus dat de Heer Jezus aan Maria Magdalena is verschenen, aan de discipelkring, aan de bredere discipelkring met Thomas, maar ook aan andere leerlingen en volgelingen van hem, en dat hij zich hier opnieuw vertoont. Dat leert ons, gemeente, oudere jongeren, dat de Heer Jezus steeds opnieuw weer moet verschijnen. En als ik het mag proberen iets dichterbij te brengen vanmiddag, dat de Heer Jezus ook steeds opnieuw aan mij, aan u en jou moet verschijnen. Hoe lang is het geleden, gemeente, dat de Heer Jezus aan u is verschenen? Mag ik dat vragen vanmiddag? En dat bedoel ik natuurlijk niet letterlijk. Ik bedoel ook niet een visioen of een droom. Maar in het gewaad, zoals we dat altijd zo mooi zeggen in de gereformeerde traditie. In het gewaad van zijn woord. Gekleed in zijn woord. Die ene keer, oudere jongen, dat u zei, ja, toen was het eten en drinken in de kerk. De dominee viel weg. De predikant zag ik niet meer, maar het was zoals op de berg van de verheerlijking, dat ik niemand anders zag dan Jezus alleen. En ik riep het uit met Petrus op diezelfde berg van de verheerlijking. Heer, het is goed dat we hier zijn. Ik zag Christus, ik zag de Heer Jezus, alles viel om mij weg. En die ene keer dat ik avondmaal mocht vieren hiervoor in de kerk, het was niet alleen eten en drinken in de letterlijke zin van het woord, maar het was ook geestelijk eten en drinken. Het was alsof de hemel neerdaalde op de aarde, alsof ik als het ware werd opgetrokken tot in de derde hemel met Paulus. Ik heb onuitsprekelijke dingen gezien en gehoord. Ik zag Christus. Maar hoe is het nu? Hoe is het vanmiddag? Hoe is het op deze zondag? Gemeente, het is nodig dat de Heer Jezus zich steeds weer opnieuw vertoont aan u en jou en mij. Dat het elke keer weer opnieuw tot een ontmoeting komt tussen hem en ons. Hoe gaat dat? Nu, dat vertelt Johannes ons ook. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen. Aan de zee van Tiberias. Daar ligt ook onderwijs in.
Die zee van Tiberias wordt hier een zee genoemd, maar we weten als we bekend zijn met de Bijbel dat het feitelijk niet een zee was. Het is eigenlijk een meer, doorsnede van zo'n 20 kilometer lengte, 15 kilometer breedte. Dat is echt de afmeting van een meer. We kunnen ons wel enigszins voorstellen wat het is geweest wanneer we als ouderen in de gemeente ons de oude Zuiderzee in gedachten nemen. Met verschillende vissersdorpjes daaromheen gegroepeerd. Bunschoten, Volendam, Enkhuizen. Een meer met allemaal vissersdorpjes. Denk maar aan Magdala, Capernaum, Bethsaida. Wanneer u in Israël bent geweest, broeders en zusters, dan weet u dat het ook een prachtige omgeving is van het Israëlische land. Heel gemoedelijk, heel lieflijk. Nu, dat is de omgeving waar de Heer Jezus zich opnieuw openbaart aan zijn discipelen. Waarom ligt daar dan onderwijs in? Waarom moeten we dan ook daar korte vinger bij leggen? Wel, omdat de discipelen hier zijn in opdracht van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus had het gezegd, ik zal u voorgaan naar Galilea. Hij had het tegen de vrouwen gezegd bij een van die ontmoetingen. U moet tegen mijn discipelen zeggen dat ik hen in Galilea zal ontmoeten. Dat is toch prachtig gemeend, of niet? De discipelen die zijn in opdracht van de Heer Jezus naar Galilea gegaan, ze zijn gehoorzaam. En in die weg van de gehoorzaamheid komt het nu straks tot opnieuw een ontmoeting. Waar ontmoeten we de Heer Jezus? Daar waar de Heer Jezus ons wil ontmoeten. In de weg van de gehoorzaamheid. Waar is dat? U hebt de toepassing al gemaakt. Dat is hier in de kerk. Hier in de kerk. Waar de Hebreeënschrijver van zegt, laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Zoals sommigen dat als gewoonte hebben geacht. Maar laten we ons voegen. Ja, laten we die plaats opzoeken waar de Heer Jezus zich laat zien. Laten we gaan in de weg van de gehoorzaamheid. En zeker, dat is ook wanneer u thuis uw Bijbeltje opent en wanneer je je dagboekje leest, jonge mensen. Zeker. Maar dit is ook bij uitstek de plaats waar Christus ons wil ontmoeten. Hoe openbaart de Heer Jezus zich dan aan zijn discipelen bij het meer van Galilea? Dat zegt ook de tekst. En dan wordt eerst het licht als het ware verlegd van het meer van Galilea, van de zee van Tiberias, naar de discipelkring. En daar gaan we kort naar kijken in vers 2. Daar worden verschillende namen genoemd en we hebben het allemaal gelezen met elkaar. En wanneer u, nogmaals gezegd, bekend met Gods woord, dan weet u dat dit heel verschillende mensen zijn die hier bij elkaar zijn. Simon Petrus, een man die niet bepaald bekend staat om zijn meeste geduld. We zouden hem in onze tijd wel wat impulsief kunnen noemen. Een man met een vurig karakter, temperament. Een man die altijd het voortouw neemt. Haantje de voorste, Simon Petrus, dat is de eerste die wordt genoemd. Vervolgens lezen we van een Thomas. En u weet het met mij dat Thomas altijd wel een beetje een twijfelmoedige man is geweest. Als de Heer Jezus zegt dat hij zal lijden en sterven, dan zegt Thomas als het ware met de schouders naar beneden, laten wij ook maar met hem gaan, laten wij ook maar met hem de dood ingaan. En dan bedoelt Thomas niet spierballentaal, laten wij ook maar met hem sterven. Nee, eigenlijk ziet Thomas het helemaal niet meer zo zitten. Als zijn meester gaat sterven, dan, ja, laat ons dan ook maar sterven, laten we maar met hem meegaan. En wanneer de Heer Jezus zegt in Johannes 14 dat hij een bijzondere weg zal gaan en jullie weten die weg, zegt Christus dan, dan is het Thomas die zegt, Heere, wij weten die weg niet. Wat voor weg? Thomas, een man met een sombere inborst, met een neerslachtig karakter. Een man die vaak, ja, mag ik het zo zeggen, een glas had dat half leeg was. En dan Nathanael. Wij zouden zeggen een scepticus, die heeft gezegd, ja, kan er uit Nazareth iets goeds komen? Die zijn schouders ophaalde over de afkomst van de Heer Jezus. En dan licht Johannes als het ware twee zonen van Zebedeus uit in vers 2. Johannes en Jacobus, die ook in Gods woord worden genoemd zonen des donders. Toen de Heer Jezus door het land van Samaria had willen reizen, kreeg Christus daar geen toestemming voor. En toen hadden Johannes en Jacobus gezegd, zullen we maar bliksem afroepen uit de hemel, zodat die Samaritanen verteerd worden. Boanerges had de Heer Jezus als het ware gezegd, zonen des donders, ook mannen van vuur. En dan nog twee anonieme discipelen.
twee andere van zijn discipelen. Gemeente, en daarom leg ik hier kort de vinger bij. Dit is, om het maar zo te zeggen, een heel bond gezelschap wat hier vanmiddag bij elkaar is. Hier aan de zee van Tiberias. Mensen met verschillende karakters, met uiteenlopende levens, met allemaal hun eigen levensgeschiedenis. En zo zijn ze hier samen aan de oever van het meer van Galilea. Het lijkt wel een beetje op de dienst van vanmiddag, nietwaar? Allemaal mensen met verschillende karakters, met een verschillende levensgeschiedenis, met hun eigen levens, met hun eigen biografie, met verschillende karakters bij elkaar. En dan is het inderdaad Simon Petrus die inderdaad niet bekend staat om zijn meeste geduld, die het zegt, ik ga vissen. En de andere zes discipelen zeggen het tegen hem, wij gaan met u mee. We zien het als het ware voor ons, gemeente. De discipelen hebben een poos gewacht, want de Heer Jezus zal zich daar openbaren. Ze weten dat Christus zal komen. Maar het duurt een poos en ja, het is alsof Petrus als het ware zegt, ja jongens, ik weet niet wat jullie gaan doen, maar ik ga vissen. En Petrus neemt het voortouw, hij doet een stap naar voren en de discipelen die volgen hem, die voegen zich bij hem. En dan gaan ze vissen, ze gaan het meer op. En hoe moeten we dat nu duiden vanmiddag? Hoe moeten we dat nu zien vanmiddag? Dat Petrus met zijn discipelen, met zijn mede discipelen gaat vissen. Nu zegt u, dat is toch logisch? Want wanneer je lang moet wachten, daar zijn we over het algemeen niet zo goed in. Daar zijn we in 2024 nog minder goed in dan in de tijd van Petrus. Dan is het toch logisch dat je wat gaat doen? Dat je de handen uit de mouwen steekt? En is ledigheid ook niet des duivels oorkussen, zo zeggen we dat dan. Het is toch goed dat Petrus in actie komt. En bovendien, de Heer Jezus was met zijn discipelen altijd onderhouden door een groep vrouwen. Zo lezen we Lucas 8. Maar die vrouwen zijn er op dit moment niet. En er moet toch brood op de plank komen, ze moeten toch eten. Er moet toch ook wat in de maag. En het is toch logisch dat ze een hengeltje uitgooien om wat voedsel te... Ja, gemeente, zo zouden wij kunnen redeneren. Maar ik geloof dat we het vanmiddag toch anders moeten zien. Hoe dan? Nou, wat zegt Johannes? We moeten nauwkeurig lezen. Johannes zegt niet dat ze in een schip gaan, vers 3. Johannes zegt dat ze in boord gaan van het schip. Een aanwijzend woord, een bepalend woord. En ik kan me voorstellen, gemeente, dat Johannes daarmee wil zeggen dat de discipelen, in het bijzonder Petrus, op dit moment teruggaat naar het schip, waarbij dat schip symbool staat voor hun oude leven. Want wat was er allemaal gebeurd in het leven van Petrus? Moet u even met me meedenken. Petrus, gemeente, die heeft een verleden waarbij hij weliswaar tot visser van mensen is geroepen door de Heer Jezus, maar waarbij hij zich helemaal buiten het dienstwerk van de Heer Jezus heeft gezondigd. Hij heeft als spreekbuis voor de duivel gefungeerd, want de Heer Jezus heeft tegen Petrus gezegd, ga weg achter mij, gij Satanas. Petrus heeft tot 3 maal toegezegd dat hij de Heer Jezus niet kende, niet kende, niet kende. Petrus heeft in de hof van Gethsemane, jongens en meisjes, met een zwaard uitgehaald naar Malchus. En Malchus zal op tijd weggesprongen zijn, maar het had niet veel geschild. Of hij had Malchus dodelijk geraakt. Het was nu bij een oor gebleven, maar misschien had hij wel een moord op zijn geweten gehad, Petrus. Petrus had zichzelf volledig voor eigen besef buiten het koninkrijk van God gezondigd. En zeker de Heere had hem geroepen in zijn dienst. Maar ik geloof zeker, gemeente, dat Petrus heeft gedacht, ja, ik kan niet meer dienen in Gods koninkrijk. Visser van mensen? Nee, dat kan niet meer. Laat me maar teruggaan naar mijn oude beroep. Laat me maar teruggaan naar, vers 3, het schip. De discipelen gaan mee en we zien in gedachten hoe de discipelen dan het meer opgaan. Bootje, vissersnet en jongens en meisjes, ze gooien het net overboord in het water. Ze doen een trek met dat net.
En na verloop van tijd, dan halen ze dat net boven water en ze kijken, leeg. Helemaal leeg. Net gaat opnieuw overboord, ze doen nog een trek. Poosje vissen, halen het net weer boven het water. Ze kijken opnieuw, niets. Helemaal niets. Op Urk zouden ze zeggen, nog geen spierinkje. Het net blijft leeg. Ze hebben misschien wat andere visgronden opgezocht. Ze hebben misschien her en der een fuikje uitgezet. Maar gemeente, aan het eind van de nacht is het zo dat Johannes moet schrijven in ons gedeelte. In die nacht vingen zij niets. Alles wat ze bovenhalen zijn lege netten. Ze hebben niets. Gemeente, we gaan wat lessen trekken aan het eind van onze eerste gedachte. Zo kan het zijn, nietwaar, dat wij lege netten hebben. Dat we niets anders bovenhalen dan een net waar helemaal niets in zit. Dat u misschien moeite en zorgen hebt in uw leven, dat het als het ware lege netten zijn. Moeite in uw gezin. Moeite, we hebben er vanmorgen iets van gezegd, omdat kinderen misschien wegen gaan bij de Heere vandaan. Staat misschien uw huwelijk onder spanning? Staat uw gezinsleven onder druk? Ga je met psychische moeite en zorgen door het leven? Is het zwaar? Is het somber? Is het moeilijk gesteld in uw leven? Gemeente, het kan zijn als lege netten. Maar, en daar wil ik ook de vinger bij leggen vanmiddag, opnieuw een les, dat is een geestelijke les. De Heere Jezus had zijn discipelen geroepen om vissers van mensen te worden, om het net uit te werpen op de volkerenzee. Maar wat halen ze nu boven? Lege netten. Zo kan het ook zijn, nietwaar, in het kerkelijke leven. En ik ga niet alles herhalen wat vanmorgen is gezegd, maar ook in het kerkelijke leven kunnen we toch lege netten ophalen, nietwaar. Wanneer er tegenslag komt, wanneer zaken tegenvallen, wanneer de vangst misschien zo tegenvalt dat we het moeten zeggen, het zijn lege netten. Maar, daarna gaan we dan naar onze tweede gedachte, er klinkt een vraag. We zien in gedachten hoe de discipelen aan het eind van de nacht zo hun weg weer zoeken naar de oever van het meer van Galilea. We zien als het ware de teleurstelling op hun gezicht. Ze hebben de hele nacht gevist. Het is tegengevallen. Gemeente, mijn buurman is visserman. En ik heb hem wel eens thuis zien komen na een week vissen. En ik kan u verzekeren, dan zijn die mannen vermoeid. Ze zeggen altijd tegen mij, dominee, het went. Maar je ziet wel dat ze bleek zijn. Diepe groeven in het gezicht, ook de ogen staan diep. Het valt niet mee. En de discipelen hebben tevergeefs een hele nacht gevist. En zo komen ze dan, zo zachtjes aan, richting de oever van het meer van Galilea. En dan staat er voor hen een onbekende man aan de oever van het meer. Het is de Heer Jezus. Maar ze zien op dat moment niet dat het Christus is. Jongens en meisjes, is het misschien nog een beetje donker? Of liggen er nog wat nevelen op het water? We weten het niet, Johannes meldt het niet. We laten het ook maar rusten, hoe het ook zij. Het is voor hen een volstrekte vreemdeling. En dan klinkt er uit de mond van die vreemdeling een overrompelende vraag. Dan klinkt er uit de mond van die vreemdeling deze vraag. Lieve kinderen, we mogen het ook vertalen wat vrijer vanuit het Grieks als jongens. Hebt u niet iets voor bij het eten? U moet weten, gemeente, dat vis in de tijd van het Nieuwe Testament niet een hoofdgerecht was. Vis was een bijgerecht. We zouden jonge mensen zeggen een side dish. Wat je bestelt in een restaurant bij het hoofdgerecht. Vis werd vaak gegeten met brood. En de Heere Jezus die vraagt hier, hebt u niet iets voor bij het eten? Voor erbij.
Het was vaak ook zo dat de vis die aan land kwam, werd verkocht op de verschillende markten, in de verschillende plaatsjes die ik net heb genoemd. Maar wanneer je een echt vers visje wilde hebben, ja, dan moest je natuurlijk op het strand zijn. Dan had je vis uit de eerste hand. Nu zo staat Christus hier ook aan de oever van het meer en hij vraagt het aan zijn discipelen: hebt u niet iets voorbij het eten? Maar nu stel ik die vraag eigenlijk niet helemaal goed, want vanuit het Grieks moet ik het toch eigenlijk wel wat anders zeggen. En dan proeft u ook wel de toon, denk ik. Ik bedoel het met eerbied vanmiddag, oprecht in alle ernst. Maar Christus zegt hier als het ware: jongens, jullie hebben zeker niks gevangen, hè? Jongens, jullie hebben zeker niks voorbij het eten, hè? Je hebt zeker lege netten, of niet? Ik overdrijf, maar zo mogen we het vanmiddag wel zeggen. En dan snappen we ook waarom die discipelen zeggen: nee, kort maar krachtig, korzelig, bits, nee, punt, verzwijf. Waarom doet de Heer Jezus dat? En ik sta vanmiddag wat uitgebreid stil bij de eerste gedachte, gemeente. Begrijp me goed, ik zal in die andere gedachte wat korter zijn. Maar waarom stelt de Heer Jezus deze vraag? Als we net hebben gehoord dat die mensen zo teleurgesteld zijn, die 7 discipelen zijn teleurgesteld in hun vangst, ze hebben helemaal niets boven water gehaald, teleurgesteld, ze hebben gezwoegd en gezweten. Ze komen gedesillusioneerd naar de oever van het meer van Galilea en nu wrijft met eerbied gesproken de Heer Jezus als het ware zout in die wonden van de discipelen. Waarom? Dat is toch cynisch, dat is toch bijna bijtend, dat is toch bijna sarcastisch. Waarom doet Christus dat? En bovendien, jongens en meisjes, de Heer Jezus weet toch alle dingen. Hij weet toch dat ze een hele nacht te vergeefs hebben gevist. Waarom vraagt de Heer Jezus dat? U hebt zeker niets bij het eten, hè? Gemeente, de Heer Jezus weet inderdaad alle dingen. Hij weet alles van zijn discipelen, hij weet ook alles van u, van jou, van mij. Hij weet ook van uw lege netten, hij weet ook van jouw lege netten. Waarom vraagt de Heer Jezus dat? Wel, hij ziet zo graag, gemeente, dat we nu met onze lege netten bij hem terechtkomen. Dat we onze lege netten aan hem laten zien. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Wentel uw weg op de Heere, hij zal het maken. Dat we dat mogen doen, wat ook de psalmdichter zegt, stort voor hem uit uw ganse, uw hele hart. Hij ziet het zo graag, gemeente, wanneer we bij hem komen. En daarom mogen we nu al met onze lege netten bij hem terechtgekomen zijn. Met onze moeite, met onze zorgen, maar ook met onze, ja dat vooral, met onze zonde, met onze schuld. Dat we met die lege netten bij hem mogen komen, dat we het mogen zeggen: Heere, moeder kom ik, arm en naakt, tot u die zalig maakt. Lege netten. Een overrompelende vraag. Maar dan ook een overweldigende vangst, onze tweede gedachte. Vers 6. En hij zei tegen hen: werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. We weten het niet precies, maar het zou heel goed kunnen zijn dat aan de rechterkant van het schip de stuurriem heeft gezeten. Een primitieve manier waarop je een schip kan besturen. Dan zou het heel logisch zijn om een net uit te werpen aan die kant waar de stuurriem zit. Dat beseffen we met elkaar. Tegelijk kunnen we vanmiddag heel duidelijk zeggen dat het allerminst logisch is om het net nu nog uit te werpen aan de rechterkant van het schip. Want de discipelen hebben een hele nacht gevist. Ze hebben tevergeefs gevist. En toch zegt de Heer Jezus: werp het net uit aan de rechterkant van het schip. Wij zouden zeggen tegen alle logica, tegen alle menselijke redenering in. En dan wordt het wonder nog groter, gemeente. De discipelen werpen het net ook uit aan de rechterkant van het schip. Ze doen wat de Heere zegt.
ja, naar de mens gesproken begrijp ik dit niet. Want ik zou als discipel zeggen, beste vreemdeling, u bedoelt het allemaal goed, maar wij kennen het meer van Galilea als onze broekzak. We hebben hier al heel wat uren gevist. We hebben net een hele nacht gezwoegd en gezweten. En bovendien, gemeente, ik ben heel eerlijk, ik zou het niet durven op Urk, hoor. Wanneer Urkervissermannen de haven binnenkomen om dan te zeggen, beste mannen, je moet het net uitwerpen. Nou, ik hoor mezelf praten en ze zullen wel zeggen, schoenmaker, blijf bij je leest. De beste stuurlui staan aan wal, toch? En bovendien kan die vreemdeling vanaf de oever nou zien waar de vis zit. Ja, gemeente, en toch gooien die discipelen tegen alle logica in, tegen alle menselijke redeneringen in, het net overboord. Weet u waarin ik heb gedacht? Ik heb gedacht, dit is nu wat geloven is. Dat is nu je ogen sluiten voor de omstandigheden. Je ogen dicht doen voor datgene wat je ziet. En je oren open doen voor het woord van God. Ogen sluiten voor wat je ziet. Oren open doen voor wat je hoort. Op hoop tegen hoop. Ja, zoals de dichter het zegt, die hoe het ook mocht tegenloven, gestadig op zijn goedheid hopen, toch op Jezus woord het net overboord. Ook al lijkt het allerminst logisch, al lijkt het misschien voor ons besef wel, ja, mag ik dat vanmiddag zeggen, het is misschien geen kanseltaal, misschien wel waanzin. Maar toch tegen alle menselijke barrières in, op Jezus woord het net overboord. En wat gebeurt er dan, gemeente? Ja, dan moeten we geen kleine gedachten van de Heer hebben. De discipelen zijn gehoorzaam en wat zegt vers 6? Ze werpen het uit en ze kunnen het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. Het net zit vol en we zullen zo ook wel zien hoe vol. Een grote hoeveelheid vis. Wat wil de Heer Jezus ons hiermee leren? Wat wil de Heer Jezus zijn discipelen hiermee leren? Wel, gemeente, allereerst dit, dat ze weliswaar tot visser van mensen geroepen zijn, dat ze mogen staan in zijn dienst, maar dat ze nu niets zonder hem kunnen. Niets. Zonder mij kunt u niets doen. Ze zijn in alles afhankelijk van hem. Dat geldt ook voor ons, broeders van de kerkenraad, broeder Kater, ook voor mij als predikant. Werken in Gods koninkrijk kan alleen in afhankelijkheid van de Heer Jezus. Maar het leert ons ook dit, en dat is ook een mooie les, dat Christus nu precies weet waar de vis zit. De Heer Jezus weet precies waar de vissen zwemmen die terecht moeten komen in het net. En het is zo mooi dat onze Dordtse vaderen zeggen dat de Heere God goedertierenlijk boodschappers van die zeer blijde boodschap zendt tot wie hij wil en wanneer hij wil, omdat daar gevis gevangen moet worden. We zeiden het al, als gemeente van Schravenzanden bent u relatief kort vakant geweest, 8 maanden meen ik dat er gezegd werd vanmorgen. Nu dan is hier vis te vangen. Dan zit hier vis. Dan mag broeder Kater het net uitwerpen in de hoop dat er een vis gevangen wordt. En misschien ook wel vanmiddag. Waar zit die vis die vanmiddag gevangen moet worden? Waar zit dat visje vanmiddag? De Heer Jezus weet waar de vis zit, ook vanmiddag. Maar, en dan wordt het wonder nog groter, in Lucas 5 lezen wij van de wonderbaarlijke visvangst, dan is de Heer Jezus aan boord van het schip van zijn discipelen. Hier staat hij aan de oever. Mijn broeder, mijn zuster, is het misschien zo in uw leven dat je moet zeggen, ja, de Heer Jezus lijkt wel op afstand te staan. Lijkt zo ver weg. Het is inderdaad zo lang geleden dat er ontmoeting is geweest tussen hem en mij. Hij lijkt wel uit mijn leven weggetrokken te zijn. Maar gemeente, kijk eens goed. Hier staat hij aan de oever van het meer van Galilea. En hij zorgt voor een vol net. Een net vol vis. Denk maar aan Maria Magdalene. Ze staat pal voor de Heer Jezus. Ze ziet niet dat hij het is, maar hij is heel dichtbij. Zo kan Christus wel eens dichter bij u en jou zijn.
dan jezelf voor mogelijk houdt. Christus zorgt zelfs vanaf de oever. En dan is er een van de discipelen, dat is de discipel Johannes, ik laat rusten wat die uitdrukking betekent, die discipel dan die Jezus lief had, die ziet dat het de Heere Jezus zegt en die zegt dan tegen Petrus, het is de Heere, de Kyrios, de gebieder. Hij die regeert over dood en graf, hij die opgestaan is, hij die ook weet waar de vis zich bevindt, hij de grote schepper van hemel en aarde, ook de schepper van de vis. En als Simon Petrus dat hoort, ja, dan voelt hij als het ware een trekkracht naar zijn lieve meester. Dan, impulsief dat hij is, dan voelt hij dat hij naar zijn meester toe moet gaan. En hij voelt als het ware die trekkracht. Maar wat doet hij dan? Dan doet hij iets. Voordat hij overboord stapt. Kijk even met me mee, gemeente. Petrus dan hoorde dat het de Heer was, sloeg het bovenkleed om, want hij was ongekleed. Was hij dan naakt aan het vissen, jongens en meisjes? Nee, dat niet. Maar we moeten weten dat de netten die ze vaak gebruikten van vlas waren. Die netten die haalde je dan op en met dat vlas, dat vaak water in zich zoog, ja, trok je als het ware water binnen. Het zal ook niet heel prettig hebben gewerkt om een opperkleed te dragen, een bovenkleed te dragen. Dus Petrus heeft ongetwijfeld zijn bovenkleed afgelegd. En hij draagt op dit moment, zo moeten we het zien, een onderkleed. En dat wordt in de Bijbel wel vaker omschreven als naakt, ongekleed. Maar hij viste natuurlijk niet helemaal naakt. Hij had een onderkleed aan. Maar, en daar wil ik even naartoe vanmiddag. Petrus die voelt die trekkracht naar de Heer Jezus. Hij wordt er als het ware naartoe getrokken door, ja mag ik het zo zeggen, door koorden van liefde. Het is de Heere, het is zijn Heere. Maar hij trekt wel eerst een opperkleed aan. Een bovenkleed. Want hij voelt wel, ja, ik kan in mijn onderkleed niet zo naar de Heere Jezus toe gaan. Mag ik een toepassing maken, gemeente? We kennen elkaar niet. Maar mag ik een toepassing maken? En ik zeg het in liefde vanmiddag. Ik heb het ook op Urk gezegd. Hoe gaan wij gekleed naar de kerk? Hoe kleden wij ons wanneer we naar de Heer Jezus komen? En dan kunnen we natuurlijk zeggen, ja, ik ga naar het huis van mijn vader en bij de vader mag ik komen zoals ik, ja, allemaal waar, dat bestrijd ik niet. Maar mag er ook iets zijn van datgene wat er in Petrus heeft geleefd? Het is de Heere. Nee, zo kan het niet. Nee, zo kan het niet. En natuurlijk trekt Petrus dan geen driedelig zwart aan, dat begrijpen we wel. Maar hij pakt wel datgene wat voorhanden is. Een bovenkleed. Zo gaat hij naar de Heer Jezus toe. Zo gaat hij naar zijn meester toe. Gemeente, we moeten door. Ik zie dat de tijd ook vordert. Petrus, hij slaat zijn bovenkleed om. Werpt zich in de zee. Ja, en hij laat het net achter zich. En ik heb gedacht, dat is eigenlijk ook iets heel moois. Het gaat Petrus ten diepste niet om de vis. Het gaat hem niet om het, mag ik het zo zeggen vanmiddag? Het gaat hem niet om het materieel, om het geld en goed, om de grote vangst. Mag hij wel een delen zo? Nee, het is om de Heere te doen. De liefde drijft hem. Prachtig, nietwaar? En dan komt hij aan land. Komen ook de discipelen aan land. En dan hebben we eigenlijk al stilgestaan bij een overweldigende vangst. En dan ga ik met u nog kort naar een overvloedige maaltijd. Want dan komen de discipelen met Petrus aan wal. Ja, en wat zien ze dan? Dan zien ze een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Nou komen ze dus met een net vol vis aan wal. En de Heer Jezus heeft hun vis helemaal niet nodig. Eigenlijk is die vis van hen totaal overbodig. Christus heeft voor alles gezorgd. Vuur, warmte waar ze zich lekker aan kunnen warmen. Brood en vis, zodat ze weer een beetje op kracht te kunnen komen. Christus weet precies wat zijn kinderen nodig hebben, gemeente. Maar toch, en dat vind ik zo pastoraal, mogen ze met hun visjes voor de dag komen. Want Christus zegt, breng wat van de vis die u nu gevangen hebt. Simon Petrus is weer de eerste.
trekt het net op het land samen met de discipelen, zo mogen we het wel lezen, zullen hem ongetwijfeld geholpen hebben. Ja, en dan komt de grote vangst aan wal, vers 11. Het net zit vol grote vissen. Er zit geen klein visje bij, jongens en meisjes. Geen klein visje. Ze zijn allemaal groot. 153. 100, dat is het getal van de heidenen. 50 is het getal van de Joden. 3 is het getal van de 3-1. Nee. Nee, zo moeten we het niet zien. Nee, zo moeten we het niet zien. Er zijn allemaal pogingen gedaan, gemeente, om die 153 te duiden. Weet u welke kant we op moeten, maar heel nuchter. De discipelen hebben die vissen gewoon geteld. Ze hebben elke vis afzonderlijk door hun hand laten gaan. Ze hebben gedaan wat de dichter zegt. Ik had hem op kunnen geven. Ik geloof dat we hem zo gaan zingen. Ik zal nauwkeurig op uw werken en derzelver uitkomst merken. Dat. Ze hebben vol verwondering die vissen geteld. Het waren er wel 153. Zo wil Johannes het als het ware zeggen. En dan nodigt de Heer Jezus zijn discipelen voor het middagmaal. We mogen ook lezen, maaltijd. En dan zien we hoe de discipelen als het ware wat beschroomd zijn. Ze durven eigenlijk niet te vragen wie hij is. Er is ook een gepaste afstand en ze blijven op afstand staan. Maar ach, gemeente, en daar zien we nu weer de liefde van Christus. Het pastorale hart van de goede herder. Wat doet de Heer Jezus dan? Dan komt hij naar zijn discipelen toe. Dat zegt Johannes. En dan pakt de Heer Jezus brood, dan neemt de Heer Jezus vis en dan geeft hij dat aan zijn discipelen. Geeft het aan Petrus, die met opgeheven vingers had gezworen, ik ken de mens niet, tot driemaal toe. En met diezelfde opgeheven vingers mag hij nu dat brood aannemen wat Christus hem aanreikt. En dan zie ik Thomas, de twijfelmoedige Thomas, die het had gezegd. Ja, ik moet eerst mijn hand steken in zijn zij. Ik moet mijn vinger steken in het litteken. Diezelfde handen van Thomas en met diezelfde vingers mag Thomas nu het brood ontvangen dat Christus hem aanreikt. Gemeente, ik weet niet hoe de avondmaalspraktijk hier is in Schravenzanden. Maar het kan wel eens zijn dat die drempel heel hoog lijkt, niet waar? Dat je zegt en dat je denkt, wie ben ik? Mag ik nu deelnemen aan de avondmaalstafel? Mag ik nu aan tafel gaan met de Heer Jezus? Mag ik het avondmaal wel bedienen? He? Maar wat doet Christus? Hij komt naar zijn leerlingen toe. Hij overbrugt de afstand. Hij deelt het brood en de vis uit. En dat is het laatste voor vanmiddag. Dan eindigt Johannes dit gedeelte met deze woorden. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde. De zevende keer zeiden we net, jawel, dit is de derde keer dat hij zich aan de discipelkring openbaart. Nadat hij uit de doden opgewekt was. En gemeente, laten we hopen en bidden dat vanmiddag ook de Heer Jezus zich weer heeft mogen openbaren aan ons. Aan u, jou en mij, opdat waar mag worden. Wat we nu gaan zingen, smaakt en ziet de maaltijd. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Amen.